Hallo iedereen, welkom in deze video waarbij we eens gaan kijken hoe dat zit met de mannelijke en vrouwelijke energie voor de maand juni. En de eerste kaart die we gaan trekken is eigenlijk dat we eerst eens gaan kijken hoe de gemeenschappelijke energie is. Dus ik bedoel dan wat de rode draad is van de energie in juni. En dan gaan we zien wat we hier krijgen. Maar ik voel dat dit niet de uiteindelijke kaart is. We zien hier de 6 van munten, de 5 of orbs en de 6 of flames, maar in de omgekeerde positie. En wat we hier onmiddellijk ook bij krijgen, de vibe bij krijgen, is dat eigenlijk de energie in juni echt gaat uprampen is in het Engels. Ik vind het geen Nederlands woord, maar dus echt gaat ons opjagen, ons opwarmen, ons vooruit duwen. En dat heeft enerzijds te maken met die ramenergie waar we nog een stukje aan vasthangen. En tegelijkertijd ook de tweelingenergie waar we nu in zitten. En dat zie je ook hier. We zitten constant in die dualiteit. We worden constant in die dualiteit getrokken. Ook hier zie je licht en donker. Ook hier zie je licht en donker. En dat is hetgeen wat we zowel in onze fysieke wereld, dus crystals, als in onze gedachten, maar ook in onze passie en in onze emoties, nog meer eigenlijk in onze geest dan in emoties, maar dat we er echt gewoon in getrokken worden en gaan uitgedacht en verplicht worden om te gaan kijken van oké, wat is het nu dat ik liefde wil gaan geven? En het niet gaan overdenken, want nu op dit moment is nog steeds het denken veel te actief aanwezig, maar dat we veel meer gaan voelen en echt gaan volgen wat dat onze echte vlam is, wat dat echt ons hetgeen is die ons vooruit doet. Dus dat is eigenlijk een beetje het centrale thema van juni. Ik ga nog één kaart vragen alsjeblieft voor de tweelingvlammen vinden voor de maand juni. En dan krijg ik het wiel. Ik ga deze eventjes aan de kant doen. Het wiel krijg ik dan. Oh, ik kan er toch nog twee krijgen. En dan krijgen we ook de Starseed kaart en de Hanged Man. En dus in dit, wat dat hier eigenlijk wil zeggen, dat we meer en meer, dus dat in juni is echt het grote punt. Ik heb al gezegd, 6 juni is echt een belangrijke datum. En het is niet alleen maar natuurlijk 6 juni, maar ook de week nu, die nu al gaande is, maar ook de week nadien. Dan gaan we heel veel verschuivingen, heel veel veranderingen zien. Vooral voelen. We gaan het echt voelen. We gaan echt die energetische portalen voelen. En dat is hetgeen wat ik hier ook voel. Maar net dat gaat ons duwen in het herkennen van onze ware herkomst. In het herkennen, zeker voor tweelingvlammen, wie dat we zijn, wat dat we zijn en wat we hier eigenlijk komen doen. En dus alle angsten daar rond loslaten. Want dat vraagt natuurlijk, als je erkent dat je een sterrenzat bent, dat vraagt natuurlijk om je leven helemaal op een andere manier te gaan kijken. Maar dat zal je natuurlijk ook brengen in het meester worden van je emoties. En dat is wat dat juni ook ons weer nog meer in uitdaagt. Want we weten net dat we totaal niets van emoties van kaarten. Maar die ons nog veel meer gaat uitdagen in het volledig aankijken van onze diepste emoties en daar niet bang van zijn. En dat vraagt natuurlijk een hele andere kijk op ons leven, een hele andere aanpak van ons leven dan dat we altijd al gewoon geweest zijn. Dus dat is eigenlijk een beetje het grote thema. Dus je ziet, er gaat heel veel dingen gaande zijn. We gaan echt letterlijk in een soort van wervelwind terechtkomen, energetisch gezien. Maar tegelijkertijd gaat het ons gronden en ons weer verbinden met onze emoties en onze afkomst. En wat ik hoor is dat het belangrijk is dat we niet onze eigen staart gaan opeten. Maar dat wil zeggen dat we niet ons zelf gaan afstraffen en ons niet nog moeilijker gaan maken voor de dingen die er zijn, maar het leven zo lichtig en zo luchtig mogelijk gaan nemen. En dat gaat een goed advies en een goed hulpmiddel zijn voor de maand juni. Zeker naarmate dat de energieën in onszelf updates krijgen, getransformeerd worden, nog meer downloads krijgen. En dat ons lichaam probeert, dus dat is eigenlijk die kern in de ziel, ons lichaam probeert onze ziel eigenlijk veel meer en meer ook toe te laten. Zodat ook van daaruit veel meer en gaat gaan doorstromen. Dus dat is eigenlijk de overhaul, de grote lijn, de rode draad van juni. En dus laten we eens kijken.
wat de thema's zijn bij de mannelijke en bij de vrouwelijke energie. Ik ga de ene kant de mannelijke en de andere kant de vrouwelijke energie. En ik ga ook een diepgaandere, een uitgebreidere reading beschikbaar stellen voor degenen die dat natuurlijk wensen. De link daarvan ga je onderaan deze video vinden. Waarin dat we nog dieper ingaan op schaduwen en onbewuste blokkades, waar we deze maand tegen kunnen aanlopen. En daar in die video ga ik dan natuurlijk ook nog tips en advies geven, zodanig dat je weet hoe je ermee aan de slag kan gaan, wat je kan doen, met welke vlammelijke energie dat je kan samenwerken om die onbewuste schaduwen, die triggers en zo meer aan te pakken en aan te vliegen, zonder dat het jou eigenlijk veel langer dan nodig uit balans hoeft te brengen, want dat is eigenlijk niet nodig. Moest je zijn en nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, dan zou ik het heel fijn vinden moest je dat nu doen. Geef mij ook een likeje als je deze soort video's leuk vindt, want dan help je mij ook om duidelijk te krijgen wat dat er nu op dit moment het meeste nodig is in het collectief. Op dit moment volg ik gewoon mijn leiding en waar ik toe geleid word. Maar natuurlijk kunnen jullie daar ook altijd een stukje in helpen en vragen wat dat jullie nodig hebben. Dat is ook een vorm van leren open te communiceren natuurlijk. En wat moest ik nog zeggen? Ja, het ontgaat. Ah ja, oké. Ik ging zeggen, het ontgaat mij dan, maar dan hielpen ze mij eraan herinneren. Dus wanneer je verbonden bent met mijn kanaal, door te abonneren, door een comment te plaatsen of door een like te geven, dan help je mij ook om nog beter met jouw energie te verbinden. En dan ga ik het sowieso ook dan boodschappen voor jou ook gaan channelen. Dus weet ook dat niet elke video per se helemaal van jou op toepassing gaan zijn. Dus neem gewoon hetgeen wat je kan plaatsen. En laat de rest alsjeblieft gewoon passeren. Dus past het niet in jouw leven, zodat dat echt helemaal zou kloppen. Zodat dat helemaal zou correct zijn. Want dit is een collectieve reading en geen individuele reading. Mocht je dat willen, dan kan je dat evengoed ook via mijn website reserveren. Afhankelijk van hoe dringend dat is. In jouw geval kan je een dringende reading vragen of een reading inplannen in mijn agenda. En daarom ga je dan ook kunnen zien wanneer dat het eerste volgende moment is waarin dat er plaats is in mijn agenda. Want op dit moment is het druk. Maar het is leuk druk. Het is geen negatieve druk. Hoe meer mensen dat we kunnen helpen, hoe beter. Ja, dat is ook de reden waarom dat we het membership ook hebben opgestart. Omdat we dan met verschillende mensen nog meer mensen kunnen gaan bereiken. Dus het is ook sowieso via mij. Ik ben er ook deel van uit, maar het is niet enkel alleen maar door mij persoonlijk gedragen. Dus maar moest je daar interesse in hebben, een lidmaatschap waarin je kan verbinden met mensen die de gelijkaardige energie of die door net zoals jij het proces heen gaan, dan is misschien membership Revolutie via Liefde. Heeft het de naam gekregen? Is het gedoopt geworden, als het ware? En dan kan je dan daar, afhankelijk van wat je nodig hebt, kan je kiezen. Er zijn drie soorten lidmaatschappen en dan daar kan je kiezen wat je op dit moment voelt, toe aangetrokken, wat je nodig hebt. Zo, dat was voor nu. Ik voel dat we bijna klaar zijn om te ontdekken waar de mannelijke energie in juni tegenaan gelopen. Voilà, en daar hingen de kaarten al. Voilà. En dan de vrouwelijke energie. Oké, deze niet. Oké, deze voor de vrouwelijke. En we gaan straks. We gaan nu eerst met de vrouwelijke energie. De mannelijke energie, sorry. Dat is de hoogpriesteres. Dus dat is sowieso verbonden met de vrouwelijke energie. Maar die moet ik dus nu eventjes aan de kant laten. Omdat we eerst moeten fijn gaan intunen op de mannelijke energie. En dan doen we dat natuurlijk. Hè. Wat krijgen we? Ik ga ze eventjes zo leggen en dan draai ik ze voor jullie. Oké. Dus wat hebben we? De Page of Pentacles. Gewoon met de een van mijn pentakels, munten. De Drie of Wanten omgekeerd.
De 7 van zwaarden, 6 van wanten. De knight is de ridder, dus het volgende. En ik voel dat het gaat hier ook over echt over tijd. Dus begin van de maand, verder midden van de maand en aan het einde van de maand. Moet ik hier nog in? Oké, ja. Ik ga hier nog in bellen. Nog een kaart extra voor de mannelijke energie. Deze was en dan zie je wat het is. Het is de Nine of Pentacles, maar omgekeerd. Dus omgekeerd, dat is zo voor jullie. Dus wat zien we gebeuren? De eerste week gaat de mannelijke energie, wordt die volledig in, en dat is ook door het 6-6 portaal hoor ik, wordt die volledig in zijn realiteit getrokken. Zodanig dat hij geconfronteerd wordt en bewust wordt van waar dat de dingen zijn die nog niet zijn zoals dat hij zou willen dat ze zijn. Net omwille van het feit dat hij dan eigenlijk een aantal stappen moet gaan zetten en daarover ook gaan communiceren. En dat zien we eigenlijk gaan gebeuren na het einde van de maand van juli toe. Maar dus dat maakt dat de mannelijke energie, dat hij eigenlijk niet voelt dat hij succesvol is. Ik herinner mij, dat is ofwel in de wekelijkse reading ofwel in een van de vorige readings, dat daar ook weer over ging. De mannelijke energie, wanneer dat hij kijkt naar zijn fysieke realiteit, heeft niet het gevoel dat hij succesvol is. En hij wil die union, hè? Dus die twee eenheden, wat staat voor de mannelijke en vrouwelijke energie, en dan die eenheid tussen beiden. En het is ook mooi om te zien dat er hier eigenlijk ook een man staat. En geen vrouwfiguur. Omdat hij voelt zich echt, hij kijkt ernaar, hij ziet dat, hij weet dat dat in zijn toekomst ligt, maar het is er nu op dit moment niet. En net dat is nodig, zodanig dat hij eigenlijk alle lasten dat hij heeft kan gaan afleggen. En dat is hetgeen wat je ook ziet gebeuren dan in de tweede en de derde week. En dan zeker nog meer naar het einde toe van de maand juni. Want door de realiteit en door de evaluatie van oké, mijn leven is niet zoals dat wilt. Ik ben nog niet bij mijn Divine Feminine. Ik heb nog geen contact. Ik heb geen dat succesvol bedrijf. Of ik kan mijn passie niet leven. Omwille van welke overtuigingen of karmische relaties of karmische lessen of gedragingen of patronen dat ze nog inzitten. En dat stuk dus is nu, tussen nu en 6 juni, dus volgende week zelfs toch nog tot 10 juni hoor ik, is eigenlijk hetgeen waar de mannelijke energie heel hard tegenaan loopt. En dan hebben we hier de 7 van zwaarden, de 6 van wanten en dan de knight. En dus de knight is eigenlijk het volgende stapje. En dan zie je dat hij veel meer het gevoel krijgt dat hij controle krijgt over zijn leven. Dus ik ga zeggen zijn, omdat het gaat over zijn mannelijke energie. Dus het heeft niks met geslacht te maken. Hè. Maar dat is gemakkelijker om te spreken en uit te leggen. En dus wat dat hij eigenlijk gaat gaan merken, is dat wanneer dat hij eigenlijk een stukje die lasten loslaat, die zorgen loslaat, en zich veel meer gaat gaan focussen en gaat gaan verbinden met zijn passie. En met de dingen dat hij voelt, waar dat hij ook in het verleden heel veel vervulling uitgehaald heeft. En dus ook terugdenkt aan de connecties en de verbinding dat hij had met zijn vrouwelijke energie, met de Divine Feminine, dan helpt hem dat om eigenlijk vooruit te gaan zetten. Om hem effectief aan die nieuwe start te gaan beginnen. En het licht dat jij als jij een vrouwelijke energie bent, dus dat de Divine Feminine dat zij naar hem stuurt, dat laat hem ervoor zorgen dat hij eigenlijk de weg vooruit. Hij is een stukje verloren in het bos als het ware. Hè. Zoals hij hier de bomen ziet, hij is wat verloren. Hij weet niet goed meer waar de weg waaruit heen te geraken. En jouw licht, als de zon schijnt tussen de bomen door, dan weet hij naar waar dat hij moet gaan en niet meer terug naar de donkere. En dat zal er hem voor zo laten zorgen dat hij meer en meer ook die onafhankelijkheid, doordat de vrouwelijke energie al reeds heeft een stuk voor heeft gemanifesteerd, dat hij ook daar in staat gaat zijn. En dat gaat hem helpen om dan ook meer vertrouwen te krijgen om te gaan communiceren. Let op, het ligt ondersteboven. Dus dat wil zeggen dat de communicatie nog niet per se in eind juni gaat zijn. Het kan, maar dat is weinig waarschijnlijk. Net omwille van het feit dat deze kaart ook ondersteboven nog ligt. Dus hij voelt zich nog niet onafhankelijk. Hij voelt zich nog niet volledig klaar. Maar je ziet dat alles er in de richting van wordt uitgewerkt. En verder wordt gedaan. Zodanig dat hij dan wel die stappen gaat gaan zetten. En dat hij eigenlijk, want de 9 is net voor de 10. Dus net voor het einde van de cyclus. Is
echt gekomen op het punt dat hij dan het volledig kan loslaten en volledig verder kan gaan. En dat is hetgeen waar dat hij de mannelijke energie in juni eigenlijk doorheen de weken mee bezig is. Dus in het begin wordt hij echt geconfronteerd en gaat hij echt gaan evalueren. Dan verder gaat hij gaan kijken van oké, eigenlijk gaat hij terug een stukje gaan terugdenken en gaat hij gaan verbinden met zijn eigen vrouwelijke energie, maar ook met de vrouwelijke energie en de connectie. Want dat is zijn licht, dat is zijn motivatie, zijn fuel, zijn brandstof om blijven vooruit te gaan. Om inderdaad nog meer in die onafhankelijkheid en in die zelfstandigheid te stappen, om nog meer in die geheelde versie te stappen. Daarover gaat hij dan uiteindelijk, niet deze maand, maar misschien juli of later nog, gaan communiceren dat hij eigenlijk een einde gemaakt heeft aan die karmische stukken, aan zijn verleden. Ik ben wel benieuwd of dat nu de diepste schaduwen en onbewuste patronen zijn. Maar dat gaan we dus dan verder bespreken in de uitgebreide reading. Omdat ik dan daar ook nog veel dieper kan op ingaan. Als je zin hebt om daarin mee te gaan, dan zie ik jou straks in het vervolg hiervan. Zo niet, dan hoop ik dat dit jou al een aantal inzichten heeft gegeven.